Goedemorgen. Hi. Ik heb een paar dingetjes gekocht op Amazon en ik heb daarvan nog niet alles binnen. Maar sommige dingen komen dan pas over 2 weken of zo, dus daar ga ik niet op wachten. En wat ik leuk vind van Amazon, nou ja, leuk, 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 is dat ik vind het altijd een soort wish. Het komt overal en nergens vandaan, zeg maar. Bij Wish krijg je ook van her en der in China je spulletjes toegestuurd. En dit is hier ook zo. Een deel kreeg ik namelijk van Blisso. Wat heb ik gekocht? Er is niets nieuw op de markt. Het is allemaal nieuw voor mij. Ja? Ik heb de Max Factor Miracle Sheer Gel Bronzer. Cooling Gel Texture in de kleur 005 Light Bronze gekocht. Dat ziet er zo uit. Vergeleken met mijn hand. En ik heb kleine handjes. Zo. Ik heb echt hele kleine handjes. Als je hem opendoet, zit er zo'n beschermkapje op. En dan draai je hem open. En dan is dit het product. Ik schok me wezenloos. Is dit light? Serieus? Ja, dit is wel light. Dit lijkt me voor mij op zich een goede kleur. Maar ik gewoon. Je begrijpt waarom ik schok, hè? Zo. Jongens, het past bijna niet meer in mijn pakje. Dan heb ik. Geen idee dat het bestond, überhaupt. Van L'Oréal, de Infallible Longwear Shaping Stick Blush. In de kleur 001 Sexy Plush. Flush. Sexy Flush. Dat is deze in zo'n L'Oréal verpakking. Het is wel heel roze hoor. Maar goed, we gaan het proberen. Ik heb van Kiko een Comfort Lip Liner gekocht. Creamy Contour in de kleur 301. Die hebben blijkbaar geen namen, alleen nummers. En dat is weer gewoon zo'n nude kleur in een gouden penseel. Wat heb ik gekocht? Ik heb een Brow Precise Fiber Filler gekocht van Maybelline in de kleur Dark Blonde. En die heeft een hele rare. Aan deze. Oh, hallo. Aan deze kant is het plat en aan deze kant zitten wat van die spikes. Heel apart. Ik ben hier heel benieuwd naar. De kleur ziet er goed uit. Laat ik het zo zeggen. Dan heb ik. Maybelline Dream Matte Blush gekocht. Ik wist niet eens dat ze het hadden. In Flirty Pink. Dit ziet er hetzelfde uit als die. Hoe heette die? Wacht even. Color tattoos. Het ziet er hetzelfde uit als die color tattoos. Ander doosje natuurlijk. En dit is de kleur. Nou, zal ik ook even zwartje. Deze. Ziet er veelbelovend uit. En ik heb een. Ja, dit is zo bijzonder. L'Oréal Infallible. Matte finish in coconut shake. En dan zit er zo'n afdekdingetje in. En dit is hem. En dit is een rare structuur. Het is geen poeder, het is geen cream.
Het is raar. Het voelt een beetje velvet. Vloers. Is dat het woord? Ja, dat ga je niet zien, het is gewoon een witte kleur, maar of een huidskleur. Het voelt heel raar, maar heel zacht. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Dit zijn de dingen die ik tot nu toe van Amazon binnen heb gekregen, waar ik op wacht. Er zijn nog twee dingetjes of zo. Twee dingen zijn teruggestuurd. Krijg ik gecompenseerd. Ik weet niet waarom dat is verkeerd gegaan met versturen of zo. Dat was hem. Ja, het was niet zoveel bij Amazon deze keer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.